Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag zondag 2 augustus 2015. En het is nu 10:55. Ik ben wakker. Ik heb lekker uitgeslapen. Het zonnetje schijnt weer heerlijk. En ja, net ging ik op YouTube kijken. En ik heb gewoon de 250 abonnees gehaald. Gisteren had ik dat al gehaald in de avond om een uurtje of 12. En ik ging vandaag weer kijken en nu heb ik gewoon 251. Dus ik ben echt super blij. Dank jullie wel voor het abonneren. Ben je nog niet geabonneerd en kijk je nu mijn vlog? Abonneer even hieronder. Dan zou ik het super leuk vinden. Ik ga lekker ontbijten met mijn familie. En ja, wat we vandaag gaan doen, dat zien jullie allemaal wel vandaag in de vlog. Dus ik zie jullie zo weer. Dus tot zo. We zijn dus nu onderweg naar het winkeltje. We wilden net weer een patatje gaan halen, maar de snackbar was pas open om 4 uur. Dus ja, we gaan nu even naar de receptie lopen, want daar zit ook een supermarktje. En hopen dat die open is. Dat zou mooi zijn. Dan kunnen we weer even wat vreten halen. Hij ziet de hele drank en drugs van Lil Kleine en Ronnie Flex. Oké. Ik weet niet of jullie hier al zijn geweest. Voor de mensen die wel op het grote zand zijn geweest, dan weten jullie hoe het eruit ziet. Maar het ziet er dus zeg maar als volgende uit. Zal ik naar mij kijken? Kijk, zo ziet het dus uit. Daar hebben we de receptie met een sprinkus. Nee, ik heb daar. En een restaurantje. En hier was dus ook de bingo gisteravond. Waar we dus mooi met 4 prijzen mee naar huis gingen. Het supermarktje is open, dus we gaan even een kijkje nemen in het supermarktje. Dus ik zie jullie zo weer. Ik heb niks gekocht in het winkeltje. En ja, het is er echt vlakbij. Dus op zich is dat wel chill. Ik heb net gesprongen, zoals jullie net konden zien, een wesp in de vlog. En ja, ik ga gewoon even naar het huisje weer. Om hier eventjes nog even lekker te chillen. God, nog nu loop ik helemaal om natuurlijk. Nou, ik spreek jullie later weer. Dit is trouwens een uitvoer van de day van vandaag. Dit hemdje komt van Pooh & Bear. Dit broekje komt van de H&M Coachella lijn. En mijn slippers komen van de Primark. Of van de, ja, van de Primark. En dit is mijn outfit voor vandaag. En by the way, ik had zoveel zin in pannenkoeken vandaag. Sorry, misschien is het wel een beetje donker. Ik had zoveel zin in pannenkoeken vandaag. En wat eten we vandaag? Pannenkoeken! Yes, we gaan bij het pannenkoekrestaurant eten hier op het park. Het is gewoon letterlijk 1 minuut lopen. Dus ik ga heel even lekker chillen nog in de zon. En ik vind net, vind ik in mijn portemonnee. Ik was een keer in de les op school. En wat gebeurde er? Nou, ik ging heel even weg en ik had een blaadje met uitrekeningen en zo opgeschreven. En ik kom terug en dit stond er op mijn blad. Wacht even. Dit stond er dus op mijn blad. Jammy of yummy. En dan met een hartje en een kus. Anoniem. Dus, dat is wel heel erg lief van diegene. Ik weet dat wie het heeft gedaan. Een vriendin van mij, Sophie. Dus heel lief. En ik ga weer heel even de tuin in, want het is super lekker weer. En het is zonde om de hele dag binnen te zitten natuurlijk. Maar ik wilde jullie wel een beetje mijn outfit of the day laten zien. De vlogs van de vakantie worden echt super lang. Meer dan een kwartier. Dus dat is wel chill. En deze blender hebben we gisteren gewonnen. Mijn opa dan. Deze blender. En we hebben ook nog een amazing jar gewonnen. Waar die ligt, I don't know. Nee, ik weet niet waar die ligt. Ik weet echt niet waar die ligt. We hadden ook nog een amazing jar gewonnen. En nog wat andere dingetjes. En ik ga denk ik heel even lekker kaarten. Dus dat ga ik doen. En dan zie ik jullie zo weer. Dus, oh, even iets heel anders. Hopelijk vinden jullie het leuk dat de vlogs lekker lang zijn. En vinden jullie het ook leuk dat ik dan jullie ook gewoon lekker meeneem op mijn privévakantie. Want dit is eigenlijk een soort van privévakantie met mijn familie. Maar omdat ik natuurlijk dagelijks vlog en ik het ook wel een leuke herinnering vind voor later. Dacht ik, is het niet leuk om ook gewoon lekker op vakantie te vloggen?
En heel veel familie vindt het ook leuk, maar sommige mensen willen dan niet bijvoorbeeld op camera, maar mijn neef dan weer wel. En mijn moeder en zo, die willen allemaal wel op camera, dus daar zijn ze best wel makkelijk in. Hun boeit het eigenlijk wel helemaal niet. Mijn zusje ook, mijn stiefvader ook, mijn opa zien jullie af en toe. Maar mijn tante en mijn oom zien jullie bijna niet. Want ik weet niet of ze het leuk vinden om in de vlog te komen. Dus ja, ik ga wel even lekker chillen, kaarten, mijn familie. En dan zie ik jullie zo weer. Dus tot zo. Nou, we zijn dus nu in het junglebos. En hier kan je allemaal klimmen en dat soort dingen. Dat is super leuk. Dus ik ga lekker het junglebos in. En het is echt heel erg koud, hè. Want ik heb natuurlijk slippers aan. En ik moet door allemaal van dit soort dingetjes. En modder en blablabla. Oké, kijk. Nou, zo ziet dus het junglebos eruit. Je hebt hier echt van alles. Je hebt hier een huisje. Je hebt daar echt modder. Je hebt everything hier. Dus ik ga eventjes iets doen. Een parcoursje of zo. Ja, ik ga een parcours doen. Dat is leuk. Oké, jongens. Oeh, het is hier wel. Uw. Maar heb ik modder op mijn voet. Oké. Ik ga even een parcoursje doen. Maar wat voor parcoursje? Oké. Kijk. Dit is leuk. Op dit bankje lopen. Oh, dit beweegt. Gadverdamme. Ik heb allemaal modder aan mijn voet. Leuk. Oké. Okay. Je hebt zeg maar hier zo'n touw. En daar moet je op. Dus, je moet op deze boomstronk gaan staan. Dat ga ik nu ook gewoon doen voor jullie. Ik hou ervan. Oké, je gaat hier dus op. Zo'n boomstronk. En dan moet je dus helemaal naar de overkant. Ja, ik kan het op zich wel doen, maar ik ben bang dat ik mijn camera laat vallen. Dus ik zet mijn camera uit of ik leg hem even op de grond. En dan ga ik jullie heel even meenemen. Ik zet het gewoon op de grond neer. Ik vind het wel gescheten. Ik zet het gewoon op de grond. Dan zien jullie hoe klunzig ik ben. En toen flikkerde ik eraf. Dus ik stap er gewoon af. Ik ga heel even kijken waar mijn ouders zijn. Die zijn natuurlijk weer weg. Gaan lopen. Kijk, dit is het junglebos. Ik weet niet waar hun heen zijn gelopen. Even kijken. Doe. Of ze zijn weer naar het huisje gelopen. Of ze zijn hier rechtdoor gelopen. Maar ik denk dat ik weer terugloop naar het huisje. Want dan weet ik tenminste wel dat ik gewoon veilig thuis ben. En dan kan ik ook gewoon nog wat dingen doen thuis. Gewoon zoals de vlog editen en zo. En ja, voor de rest weet ik het eigenlijk niet wat ik ga doen. Dus weet je, dat is gewoon heel erg leuk om gewoon lekker tegen de camera aan te lullen. En gewoon lekker tegen jullie. Terwijl de mensen langs liepen echt zo van, wat doe jij nou? Oké, ik ga weer naar het huisje. En ik hoop echt dat ze thuis zijn. Want dan, want mijn opa is ook thuis. Dus op zich is dat wel chill. En je hoort mijn slippers. Dus ik ga hierin. Lalalala. Ik denk dat ze thuis zijn. Dus, ja, ze zijn thuis. Hi. Ik heb lekker geklommen in het junglebos. Waar zijn al die gasten? Wandelen. Oh my god. Oké. Okay. Ik ga hier zitten. Ik ben kapot. En ik zie jullie later. Ga weer een potje voetballen met mijn neef op dit fantastische veld. Oh ja? Top idee. Daar ligt de bal. En we gaan lekker voetballen. Ik leg mijn camera weg. En dan gaan we lekker voetballen.
top idee. Dus ik zie jullie zo. Dus tot zo. Dan ben je bezig met een voetbalspel. En de bal zat vast in de boom. Dus ik denk, oh leuk, ik gooi mijn selfie stick in de boom. Waar is die? Oh, daar. Ja. Daar zit nu mijn selfie stick. En Mike is nu de bal aan het doen in de bosjes. Dus ik vraag me echt af hoe wij die selfie stick er nog uit gaan krijgen. De bal zit er nu daar. Mag ik een keer proberen? Wacht heel even. Oké, jongens, ik ga het met één hand proberen. Zou ik niet doen? Kun jij mijn camera beter houden dan? Hier. Kijk, daar gaat hij, jongens. Rode donders. Ja! Fuck, we hebben hem nog ook! Yes! En er ligt dezelfde stick op de grond. Yeah, buddy! We hebben hem. Bij mijn lijf kan alles. Nou, jongens, het is gelukt hoor. We hebben de selfie stick terug. En yes. Oh, laten we maar niet meer. Mike, laten we maar niet meer voetballen. Nee, dat gaat niet goed. Nee. Dus we hebben onze selfie stick terug. En ik zie jullie zo weer. Dus en tot ja, zo. Jongens. We zijn weer onderweg naar de snackbar. Voor de derde keer deze week. We hebben sinds we hier zitten, hebben we elke dag wel patat op. Ja. Nou, jongens, wat een feest. Ik weet wat er buiten is. Ik weet wat ik ga. Nou, ik denk dat ik na deze vakantie toch maar 5 kilo dikker ben geworden. Denk je ook niet, Mike? Nou ben ik gewoon zelf ook wel. Oké, jongens, we zijn er weer bij onze oude grote vriend, de snackbar. Dus we zien jullie zo. Lekker uit te eten nu. We zijn onderweg naar het pannenkoekenrestaurant. Het is letterlijk daar. Alweer waar er ook de bingo gisteren of een paar dagen gisteren werd georganiseerd. Maar het heb ik ook verteld. Het zit in hetzelfde gebouw als de supermarkt, receptie en zo. En ik heb nog steeds hetzelfde aan. Zie, iedereen heeft zich omgekleed. Ik heb gewoon rustig slippers aan hoor. Oké, nou, het is dus daar en het zonnetje schijnt nog lekker. Dus we gaan lekker eten en drinken. En jullie zien ons zo meteen wel weer bij het eten. Dus en tot we zitten zo. In het cafeetje, Mike Kap. We zitten in het restaurant waar we gaan eten. We hebben de pannenkoekenkaart gekregen. En we hebben net wat drinken besteld. Ik heb warme chocolade met mijn slagroom. I know, het is lekker warm. En ik ga naar warme choco. Laat mij. ik had er gewoon op dit moment even zin in. Ik neem denk ik een pannenkoek met kaas en ik neem lekker een hartige pannenkoek. Spek, kaas, pan en champignons. Dat lijkt me echt vies. Jam. Net met hamkaas en ananas. Ik neem denk ik met... Wat neem je papa? Dus ik weet het. Ik neem lekker een pannenkoek met kaas. En familie. Ja, wat is boeren jongen? Zit er ook bij, gezellig. Dat is toch appel en krenten. Dat is toch een ei? Nee. Waar staat dat? En ik ga zo meteen een springfoto maken. Dus tot zo, op het springtussen. De pannenkoek is gedeliverd. En er zit die hele tijd een wesp. Ik heb een pannenkoek met kaas en super lekker. Het is ook gewoon echt een lekkere dikke pannenkoek. En Quinty heeft een pannenkoek met ham en kaas. Mikey heeft een pizza of zo. Met champignons. En met kaas en daar ananas. Dus dit gaan we lekker opeten. Dus eten maken is lekker. We hebben onze pannenkoeken op. We gaan nog even een toetje bestellen. En dan gaan we lekker weg naar huis. Ik ga stil in die foto. Ik ga zo meteen nog op dat springkus hier achter me. Super chill. Het is nu 7:02. En we zitten hier met de whole family. Dus meneer, ik voel me net een chipmunk met dit buikje. Ja, dat klopt ook wel. En morgen gaan we trouwens naar Groningen toe. Morgen gaan we eerst hardlopen. Ja, jij. En dan gaan we naar de Bean Boozled Challenge pakje halen. Want dan gaan we er weer eentje doen. Super chill, maar dan dit keer met mijn neef. En met mijn zus. Met haar mooie knot op de kop. En ik zie je zo weer. Dus tot zo. Doe normaal, man.
Hallo. Oké, jongens. Hij stikt zijn middelvinger naar jullie op. Maar hij vindt je thuis. Wel. Doei. We hebben lekker gegeten net bij het restaurant hier op het park. Ik had een pannenkoek met kaas en een chocoladetaart. Die waren super lekker. En we gaan weer lekker even chillen buiten. We gaan nu lekker sporten. We gaan intensief badmintonnen. Dus ik ga weer mijn schoenen aantrekken. En dan zie ik jullie zo weer. Dus tot zo. Hou je mond jij. Grap. Wat heeft iedereen in mijn vlog? Minstens 11:30. Ik ga lekker slapen. En ik zie jullie morgen weer. Morgen ga ik naar Groningen. Lekker winkelen daar bij de Zara H&M en bij Corf Everything. En ik zie jullie morgen weer. Dus tot morgen. Doei!